We moeten stoppen met het gebruiken van het woord wappie. Dat zegt psycholoog Thijs Launsbach. De term wordt veel gebruikt in discussies over corona, zelfs in de Tweede Kamer. Zo ken ik u ook helemaal niet. U heeft altijd ook hier, in het bestrijden van dit virus, nooit de kant gekozen van de wappies die zeggen er is niks. Kom mij niet aan met wappiegedrag. Als hier één wappie is, dan bent u het eerder dan ik. Thijs, goedemorgen. Ja, kinderachtig, hè? Beetje wel, hè? Maar goed, dat is tussen die twee gaat dat wel vaker zo. Maar waarom moeten we met z'n allen stoppen met het gebruiken van het woord wappie? Nou ja, ik zou zeggen dat het is tamelijk schadelijk om zeg maar het land te verdelen in normale mensen tegenover de wappies. En ik denk dat dat erg weinig bijdraagt. Hè? Wat ik net al zei, we hebben dus een premier die nogal zich bedient van spierballentaal af en toe. Als hij het moeilijk begint te krijgen. Maar ik vind dit een hele kinderachtige manier van dit gesprek voeren. Het is een beetje schoolplein gedrag, zou ik zeggen. Maar het is niet alleen dat. Ik zou zeggen, het is ook nog best wel schadelijk. Want wat zeg je nou eigenlijk op het moment dat je iemand voor een wappie uitmaakt? Stel dat jij een mening hebt die mij niet aanstaat en ik noem jou een wappie. Mm-hmm. Ja, wat zeg je dan? Dan zeg je eigenlijk, ik heb bij voorbaat al besloten dat mijn ideeën superieur zijn aan die van jou. En niet alleen dat jij een mening hebt waar ik het niet eens mee ben, maar dat je eigenlijk een minderwaardig en gestoord mens bent. Met andere woorden, jij bent het probleem en niet zozeer wat je denkt of wat je ideeën zijn. Jij zelf persoonlijk bent het probleem. En ja. Ik heb dus ook al besloten dat ik niet meer hoef te luisteren naar jou. Dus je zegt eigenlijk van, het is soms best lastig dat iemand een andere mening heeft, maar laat die mening gewoon bestaan en keur die persoon niet gelijk af. Nou, ik denk dat je heel goed die meningen kunt bediscussiëren. En dat dat ook heel erg nodig is. Waar ik alleen twijfels bij trek is of het handig is om iemand dan een wappie of gestoord of gek te noemen. Dat draagt gewoon niet bij. En sterker nog, dat staat het gesprek ook in de weg. Ik kan het pertinent oneens zijn met wat jij denkt. Maar wij kunnen nog steeds als twee volwassenen een gesprek voeren. Maar dat gaat heel moeilijk op het moment dat ik bijvoorbeeld al gedacht heb dat jij een wappie bent. En dat ook publiekelijk zo in de Tweede Kamer. Of in een krant of op een tv-programma ga zeggen. Ja. Dan gaan wij natuurlijk nooit meer een gesprek hebben met elkaar op basis van argumenten. En mag ik je nog wel een corona-ASO of een vrijheidsstrijder, complotdenker of anti-vaxxer noemen? Is dat anders? Ja, weet je, ik vind het niet erg dat ik zeg ook niet dat we elkaar poeslief moeten behandelen. Want het zijn zware thema's waar je ook flink over kunt verschillen van mening. Maar het ridiculiseren van mensen op basis van hun mening. Of dat nou een anti-vaxxer is, hè, iemand die een beetje kritisch is over een vaccin, meteen een anti-vaxxer noemen bijvoorbeeld. Of iemand die andere dingen gelooft dan jij, een complotdenker noemen. Ja, ik denk dat dat gewoon echt niet bijdraagt. En we hebben het, weet je, onze premier zegt het zelf, in deze tijd moeten zelfs zij met 50% van de feiten 100% van de beslissingen nemen. En het geldt voor ons allemaal. We zijn allemaal bezig met te snappen hoe deze situatie in elkaar zit. Ja. En te begrijpen hoe die wereld werkt. En als je dan mensen meteen gaat afsluiten als ze een bepaalde mening hebben, dat lijkt mij echt helemaal de verkeerde kant op. Bovendien is er ook nog eens iets als een wappie-inflatie. Hè? Dus nu zijn het misschien mensen die stenen gooien, die we wappies noemen. Ja. Maar misschien is dat over 2 maanden wel, dat als je een andere mening hebt over het bestaan van corona, dat je dan een wappie bent. Ja. Of dat je voor hele andere dingen, voor vrij lichte dingen al wordt uitgemaakt voor een wappie. Maar dan, dus dat nog, draagt gewoon dan, niet toch bij. Dan toch even de etymologie van het woord wappie. Ik vind het wel gezellig klinken op zich. Waar komt het woord wappie vandaan? Ja, ik heb het geprobeerd op te zoeken en ik kwam er niet helemaal achter. Het is in ieder geval een woord dat veel gebruikt wordt binnen, zeg maar, dance parties of festivals. Voor iemand die helemaal uit zijn plaat aan het gaan is op een vermoedelijk ecstasy of een andere druk. Iemand die het heel fijn en heel gezellig heeft en niet meer voor reden vatbaar is. Nou, dan tot slot, Thijs. Verlang jij er dan ook naar om binnenkort weer helemaal wappie te zijn? Dat wel. Mag, een feestje, dat zou toch wel fijn zijn. Maar goed, dat kan pas weer als het kan. Goed.